We gaan het eigenlijk vanavond hebben over twee onderwerpen. Over DNA en over schizofrenie. In de uitzending gaat het ook nog gedeeltelijk over privacy. In de voorbereiding hebben wij ervoor gekozen om de nadruk daar niet op te leggen. Maar u krijgt straks de gelegenheid om de vragen te stellen die u wil stellen. Dus onze panelleden zijn ook niet helemaal onervaren op het gebied van privacy. Dus wie weet komt daar nog, als u daar vragen over hebt, kunt u natuurlijk gewoon stellen. Er komt nog een leuk antwoord op. Dus even kijken. Normaal gesproken roepen we onze panelleden onder een luid welkomstapplaus één voor één naar voren. Dat is nu natuurlijk wat onhandiger, maar dat applaus willen we natuurlijk toch wel hebben. Dus graag een hartelijk welkom voor William Luijks, Mark van Meel en Jim van Os. Om te beginnen wil ik graag een paar dingen van jullie weten. Jullie werken alle drie bij het UMC, Jurjen, welke van jouw werkzaamheden staat nou eigenlijk het dichtst bij wat we in de aflevering hebben gezien? Ik denk dat het er twee zijn, toch? Ik werk ook bij GGNet en daar zie ik met name patiënten. Ik ben dus psychiater en ik zie op de polykliniek zie ik allerlei soorten patiënten met allerlei klachten. En ik zie ook second opinion patiënten. Ik zie dus ook patiënten met schizofrenie, waar de documentaire over gaat. En in mijn werk in het UMC Utrecht richt ik me met name op onderzoek. Dus wetenschappelijk onderzoek, samen met een onderzoeksteam van promovendi, studenten, postdocs. En daar kijken we eigenlijk naar de polygene risicoscores die worden benoemd in het stuk. En proberen we die polygene risico's te vertalen naar iets wat voor de klinische praktijk toepasbaar is. Want ik zie veel patiënten bij wie ik eigenlijk niet zo goed weet welk medicijn ik hem moet geven of welke psychotherapie misschien kan werken. En wat ik dus probeer met het onderzoek is daar wat meer licht op te laten schijnen. Of om bijvoorbeeld te kijken, bijwerkingen die mensen ervaren, hoe kunnen we die nou voorkomen? Mm-hmm. Door bijvoorbeeld naar genetica te kijken en dan wat meer informatie over. Ja, duidelijk. En wat is bij jou het meest blijven hangen van de uitzending? Nou, ik hou heel erg van documentaires en films, dus ik vond in eerste instantie gewoon artistiek heel goed gedaan. Het is een documentaire maker die heel open in het onderwerp gaat, die dus echt op onderzoek uitgaat en dat voel je aan alle kanten. En ik denk dus als je het over de psychiatrie hebt, over bijvoorbeeld stigma, is iets wat heel belangrijk is voor patiënten, denk ik, die dat vaak ervaren. En door dit soort documentaires wordt stigma verminderd. Het gaat over een moeder die ook moeder is, niet alleen maar een schizofreniepatiënt. Die ook, je hoort hen ook zeggen van nou, ik heb dit misschien gemist of dat, maar het was een verzorgende moeder. Het was een vrouw met vele kanten, dus dat vond ik heel mooi. Het is een persoonlijke, beetje, op een bepaalde manier een soort kleine documentaire, zeg maar, die heel het menselijk aspect zeker niet, eigenlijk misschien wel centraal stelt. En dat hij gebruikt als zoektocht naar... Precies, dat vormt eigenlijk de basis voor zijn zoektocht van nou, wat zit er nou achter die aandoening? En vervolgens komen er inderdaad dingen die ik inderdaad wel ken van... Natuurlijk onderzoeken die wij zelf doen en onderzoeken die zijn gepubliceerd. En hele mooie interviews denk ik ook met wetenschappers. Zeker. Dingen die ook wel kloppen denk ik. Ja. Dat is altijd goed om te horen dat we dat in ieder geval alvast wat hebben gehoord dat klopt. Mark, voor jou dezelfde vraag. Welke van jouw werkzaamheden staan het dichtst bij de onderwerpen uit de uitzending? Ja, ik ben docent, genetica docent in het UMC Utrecht, dus ik probeer mensen vooral, en dat gaat over mijn studenten die biomedische wetenschappen studeren, maar dat gaat ook op allerlei andere manieren, het breed publiek en scholieren, duidelijk te maken eigenlijk wat DNA is, maar vooral ook wat we daar op dit moment mee kunnen. En zeker ook wat we er niet mee kunnen, wat we er nog niet mee kunnen en zelfs ook wat er volgens mij nooit mee gaat kunnen. En dat is dan eigenlijk meteen ook, dus ik ben voornamelijk docent en ik kwam ook bezig met waarom is het zo ingewikkeld om mensen uit te leggen wat je vooral allemaal niet aan het DNA moet ophangen, want er zijn nogal veel ideeën dat bijvoorbeeld als je het DNA leest, dat je daarmee de toekomst van iemand kunt voorspellen. En dat was meteen ook antwoord op je tweede vraag, als ik me goed onthouden heb, wat is mij nou het meest bijgebleven? Daar zit een Amerikaanse geneticus in. Die documentaire. Die Robert Plomin. Die doet een uitspraak. En waarvan ik echt denk. Nou, ik vind dat je die als geneticus zo niet mag doen. Die man zegt letterlijk. We zijn nu op het punt. Waarbij we als we het DNA lezen. Op individuele basis van iemand kunnen voorspellen hoe die gaat zijn.
zijn positieve en zijn negatieve dingen. Ik kan de citaten letterlijk bijhalen. Dat is een sterke uitspraak. Nou, dat is gewoon onjuist. We kunnen dat nu zeker niet. En mijn stelling is dat we dat nooit niet gaan kunnen. Maar goed, daar kunnen we het over hebben vandaag. Ja, en dan gaan we het ook over de toekomst gaan we dat nog zeker hebben. Jim. Ik denk dat... er kwamen in die uitzending natuurlijk een heleboel vragen naar voren. En dat is waar ik in mijn werk ook mee te maken heb. Mensen die vragen stellen van wat is er met mij aan de hand? En waarom doet iedereen zo vreemd tegen mij? Kan het zijn dat iets in mijn geschiedenis is gebeurd dat ik zo ben geworden als ik ben? Waarom heb ik zoveel conflicten met mijn familie over wat ik moet doen? Moet ik medicatie nemen? Moet ik iets anders doen? Moet ik het woord schizofrenie gebruiken? Is dat nou een goede samenvatting? Dus ja, over dat, de definitie van schizofrenie gaan we het zo meteen inderdaad nog even hebben. Ja, zeker. Voor mij was dus die uitzending ook de worsteling die we met ons allen hebben om proberen taal te vinden voor psychisch lijden en hoe je dat krijgt. En dat werkt meteen door in het werk dat wij doen met mensen die daarmee getroffen zijn. Ja, dankjewel. We praten zo meteen met jullie verder. Maar voordat we dat gaan doen, was ik namelijk even benieuwd. Ik vroeg me af, zitten er dan mensen in de zaal die zichzelf ervaringsdeskundigen kunnen noemen op het gebied van schizofrenie? Of misschien via een relatie of via familie ervaring hebben met het onderwerp? En wat ik dan eigenlijk vooral afvroeg is, als je nou iets daarover duidelijk zou willen maken aan iemand die daar helemaal geen ervaring mee heeft... wat zou dat dan zijn? Hoe kan je enigszins overbrengen hoe zoiets, als je zoiets meemaakt, hoe dat is? Zijn er mensen die daar iets over willen zeggen? Ik zie nog niemand daarachter. Kun je op Jack met de hengel kan hengelen? Ja, ik ben Marcelle Mulder en mijn broer leed aan schizofrenie. En wat mij erg geholpen heeft, ook wel de vraag Tim die jij stelt. Voor hem was het een raadselachtig waarom hij met iedereen conflicten kreeg. En dan ook verschrikkelijk. Ja, dat was eigenlijk niet met hem te zijn. En hij kon niet met mensen, hij kon niet zonder mensen. En dat gevoel had ik zelf ook. Wat mij erg geholpen heeft, is daar heel veel over lezen. In die tijd was dat een boekje van Rigo van Meer, van der Meer, als ik het goed zeg. Ja. Zo, toen dacht ik, hé, ik begrijp een beetje wat er in zijn hoofd gebeurt. En hoe hij dus, ja, hij zit met die worsteling, maar wij ook als broers en zussen en als vader en moeder en mijn ouders. Ja, dankjewel. Het boek is bekend hier, ik hoorde hier instemmend knikken. Ja, dus ik denk dat dat wat vorige eeuw. Rigo zat toen de raad van bestuur van de grote GGZ-instelling, heeft toen dat boek geschreven. Werkte veel met familieleden. Dankjewel. Is er nog iemand die... ik zie helemaal daarachter. Jack, je bent weer helemaal naar beneden gelopen, maar je mag weer helemaal naar boven. We hebben daar nog iemand die iets over wil zeggen. Mijn naam is Martin Groenhuis, ik woon hier in Utrecht. En ik bevind me min of meer in de situatie van het documentaire maken. Mijn vader had een dergelijke diagnose. Is erg jong overleden, dus ik heb hem niet veel meegemaakt. Dus ook niet de ervaringen die mevrouw schetst van hoe dat is. Maar me dus wel regelmatig afgevraagd, heb ik het ook? In hoeverre is het erfelijk? Ben ik erfelijk belast? Hij is maar 34 geworden, dus tegen die leeftijd aan dacht ik ook van nou, nu is het zover, nu gaat het mij ook treffen. En het heeft me altijd bezig gehouden, wil ik het weten en waarom? En is wetenschap per definitie iets wat ons vooruit helpt? Of kan onwetendheid eigenlijk ook een te verkiezen optie zijn? En dat gold voor mij individueel, maar die vraag heb ik eigenlijk hetzelfde voor ons allemaal. Dus dat heeft weer te maken met een soort solidariteit die je hebt met elkaar. Je weet niet wie het treft. En daardoor treffen we dus maatregelen om degene die je treft, zo goed mogelijk te helpen. Als je wel zou weten wie het individueel treft, is mijn vraag of die solidariteit. Maar de vraag is of we daar ooit komen natuurlijk. Ja, goed, dus die afweging, wil je het weten, waarom zou je het willen weten, die vond ik ook mooi uit. Ja, maar tot nu toe heeft u geen
ik ben niet, net zoals de documentairemaker, wel op zoek gegaan naar... Je hebt uw DNA niet laten testen op de manier zoals Roland de Wong het heeft laten testen. Nee, ik ben door de documentaire wel gestuurd op dat iGene. Want ik had dezelfde overwegingen. En never nooit gaat mijn DNA naar Silicon Valley. Dus het was zeker geen optie. Mm-hmm. Maar goed. Nee, ik ben het niet van plan, eerlijk gezegd. Dankjewel. We hebben hier twee psychiaters op de bank zitten, maar ik vroeg me eigenlijk ook af, hebben we ook psychiaters in de zaal zitten of mensen die op een andere manier vanuit hun beroep met schizofrenie te maken hebben? Zullen jullie mensen hun hand willen opsteken misschien? Ja, zou je ook iets over willen zeggen? Of? Nou ja, ik ben verpleegkundige in de GGZ, dus dan kom je ook mensen met die diagnose tegen. Herkende jij iets van je praktijk in de documentaire? De zoektocht van familie vaak, naar ook meer duidelijkheid. De zoektocht van familie en van de cliënt zelf. Oké, dankjewel. Die van de cliënt komt natuurlijk niet in de docu naar voren, maar je familie. Mm-hmm. Ja. Zijn er dan mensen in de zaal die al wel eens een DNA-test hebben laten doen? Die hun DNA misschien wel naar Silicon Valley op hebben gestuurd? Of misschien naar IG? Niet? Nee? Oh, hier? Oh, er zitten hier drie mensen op de bank. dan ga ik toch even door naar mijn volgende vraag, want ik denk dat we daar hier nog wel verder op terugkomen. Wie wil nou juist geen documenten, geen test laten doen? Ik zie 1, 2, 3, 4. Heeft ook iemand die daar een sterke reden voor heeft misschien? Nee, alleen maar... Dat je gegevens niet... Dat je gegevens niet overal terechtkomen. Ja, duidelijk. Eens even kijken. Aan het eind van de avond vraag ik me af of iemand toch misschien van mening is veranderd om het wel te willen of om het toch maar niet te willen. Bij ons bleef eigenlijk het meeste hangen bij die uitzending. Zeggen die risicoscores nou iets en die DNA-testen? Wat kunnen we er misschien in de toekomst mee? En ook eigenlijk, wat blijft er nou over met dat DNA van het nature-nurture-debat? We hebben het net al een klein beetje over gehad. Maar laten we eerst even het over de begrippen zelf hebben. Het DNA en schizofrenie. In de uitzending werd het DNA eigenlijk getypeerd als genen met een stoppenkast. En ik vroeg me nou af of Mark zich in die typering kon vinden. Ja, die omschrijving van die stoppenkast als iets wat de genen aan en uitzet, dat is heel belangrijk om dat te realiseren. Het is ook eigenlijk niet zo gek. DNA zit in al je cellen. Dus elke cel heeft die DNA... sliert, dat is echt een moleculen sliert die daar zit, die afgelezen kan worden. Nou, mensen kennen DNA meer in de vorm van een code. Het is niet zo gek dat die code op verschillende manieren moet worden uitgelezen, want elke cel in je lichaam die doet andere dingen. Dus een darmcel doet iets heel anders dan een zenuwcel. Maar die lezen dan een ander stukje van die code? Ja, precies. Terwijl de code in elke cel hetzelfde is, en in principe, instructie bevat voor elk celtype van hoe die moet functioneren, ja, moet er natuurlijk op verschillende plekken in je lichaam verschillende stukjes informatie uitgelezen worden. Dus dat betekent dat genen sowieso op allerlei verschillende plekken in je lichaam anders worden uitgelezen. Maar dat betekent ook dat naarmate je bijvoorbeeld ouder wordt, je DNA anders wordt afgelezen dan als je nog jong bent of als je je in een heel andere situatie bevindt, bijvoorbeeld omdat je heel hard gaat sporten of je gaat heel erg afvallen of wat dan ook, dat je DNA op een andere manier gebruikt wordt. En hoe komt het dat het verandert naarmate je ouder wordt? Nou, wat wel een beetje raar omschreven wat in de documentaire is, dat je DNA verandert, dat is niet zo. Die code is als een soort harde schijf, die blijft zoals die is. Alleen welk stukje daarvan gebruikt wordt op dat moment, ja, dat bepaalt eigenlijk de cel of de omgeving waarin die cellen in je lichaam zich bevinden. Dus dat betekent naarmate je ouder wordt, ja, zitten alle cellen in je lichaam in een totaal andere omgeving, zijn aan allerlei andere dingen blootgesteld, hebben allerlei andere dingen al meegemaakt dan toen je nog jong was.
Er zijn andere hormonen op dat moment, er zijn andere zenuwprikkels. Op allerlei manieren is je lichaam anders. En als je lichaam anders is, anders functioneert, betekent dat per definitie dat je DNA op dat moment anders aan het functioneren is. Dus de code zelf blijft hetzelfde, maar de manier waarop je lichaam daarmee omgaat, die verandert. Dus eigenlijk de manier van lezen verandert. Als ik de manier waarop die code wordt gelezen. Op welke plek je... Wordt er op dit moment informatie uit dat DNA getrokken? Hè? Wat heb je nodig als cel om te weten wat je moet doen? Want dat is eigenlijk wat het DNA is. Het is een instructiecode, niet voor je hele lichaam in één keer. Maar per cel wordt daar, kan erin zeg maar, afgelezen worden hoe er samengetrokken moet worden als je een spiercel bent. Hoe een signaal doorgegeven moet worden als je een zenuwcel bent. Nou, in die zin... Is het dus eigenlijk, ik zou bijna zeggen, shoppen in die bak van informatie die je hele leven mee blijft dragen. Maar het is geen statisch iets waarvan je zegt, dit is je DNA, dus weet ik hoe je lichaam werkt. Oké. Okay. Is dit duidelijk voor iedereen? Ik kan me voorstellen dat jullie hier zijn gekomen omdat je graag een bepaalde vraag wilt stellen. En daar is zometeen nog alle ruimte voor om dat te doen, ondanks dat we ietsje later zijn begonnen. Is er zo meteen ruimte. Is dit ook al voor nu even de vragen beperken tot zeg maar, begripsvragen. Dus als dit te volgen was, dan gaan we door. Anders dan kunnen we nog even hierbij blijven staan. Ik zie niemand zijn hand opsteken, dus dan gaan we even vanuit dat het te volgen is. Mocht het veranderen, dan steek vooral een hand op. Wat moeten we nou eigenlijk weten over DNA, om iets vatbaarder te maken wat zo'n risico is? Ja, de meeste dingen waar je iets over zou willen weten is als het anders gaat dan je zou willen, of als het anders is dan gemiddeld. Maar vaak gaat het dan bijvoorbeeld over ziektes. Dus waarvan mensen willen weten, gaat er iets mis in mijn lijf? Nou, er zijn een paar voorbeelden van dingen die er misgaan in iemands lichaam, die rechtstreeks terug te voeren zijn op fouten in het DNA. Dat zijn wat we noemen de erfelijke ziektes. En vaak is dat als die fout in je DNA zit, dat het daadwerkelijk ook meteen fout is. Dat zijn kinderen die worden geboren en die hebben iets, een aangeboren afwijking. Of die fout zit er al in en die manifesteert zich pas later in bijvoorbeeld een vorm van erfelijke borstkanker, is daar een voorbeeld van. Nou, dat zijn dus dingen waarvan je weet, als die fout er zit, dan weten we of direct wat het effect is, of dat gaat gebeuren gedurende je leven. Het moeilijke is dat eigenlijk de uitzonderingen zijn. Er zijn maar heel weinig ziektes die zo rechtstreeks... veroorzaakt worden door fouten in het DNA. De meeste ziektes die veel voorkomen, waar ook veel onderzoek naar gedaan wordt, omdat we als maatschappij veel last van hebben. Hart- en vaatziekte, kanker, maar dat geldt denk ik ook van een aantal psychische aandoeningen. Ja, daar zijn heel veel factoren bij betrokken en die kun je dus niet aanwijzen in het DNA. En daar... zul je eigenlijk altijd op uitkomen dat je, als je er al iets over kunt zeggen, op basis van de basisset die iemand meekrijgt, dus het DNA wat je van geboorte meekrijgt, dan zal dat altijd zijn in termen van risico's. Dus meer risico dan gemiddeld of minder risico dan gemiddeld. Maar de zekerheid van, ik zie hier wat met jou over zoveel jaar gaat gebeuren, dat is bijna, dat zijn echte uitzonderingen als het gaat om DNA-voorspellingen. Maar dan is het dus een bepaalde... daar is dus een bepaalde kans dat er dan iets misgaat, zeg maar. En dat veroorzaakt dan uiteindelijk een bepaalde ziekte. Dat is een beetje lastig. Kijk, er is altijd een kans dat er iets misgaat met je lijf. Yeah. Dan op een gegeven moment gaat er ergens iets kapot of je hebt niet goed voor je lichaam gezorgd. Of dat met jou gaat gebeuren, dat hangt voor een heel groot deel af van wat je allemaal meemaakt en wat er met je gebeurt. En voor een klein deel van wat de basisset die je mee hebt gekregen, je bouwinstructie.
je DNA. En dan is het niet eens zozeer de vraag, komt het door je DNA? Want die vraag is eigenlijk bijna nooit te beantwoorden. Maar de vraag is, heb je er iets aan om het DNA te gaan lezen? En kun je dan tegen die mensen iets vertellen waar ze iets aan hebben? Kun je dan een uitspraak doen over, nou, bij u is er toch wel echt een reden om preventief iets te gaan doen of dat soort dingen. Ja, dus heel veel ziektes, ja, daar zullen we ook, weet je, eigenlijk nooit precies wat de oorzaak is. En misschien is dat ook helemaal niet wat, ja, wat het meest bruikbaar is. Wat je wil weten is, wat moet ik doen? Misschien liefst al voordat het gebeurt. Ja. En dat is waar we mee bezig zijn. Natuurlijk, je wil iets voor die mensen betekenen. En op zich, de oorzaak van ziekte wil je natuurlijk achterhalen. Altijd in het idee, met het idee dat mensen er iets aan hebben. En daarom vond ik ook in de documentaire gaat het van, is iets erfelijk of niet? En dat, ja, sommige dingen zijn meer erfelijk dan andere dingen. Dat is eigenlijk al een te simpele vraag dan. Is het erfelijk of niet? Ja, dat zijn maar heel weinig. We weten eigenlijk wel welke, als het om ziektes gaat, welke ziektes echt erfelijk zijn. Dat zijn de erfelijke ziektes. Kan je daar een paar van noemen? Ja, taaislijmziekte is er eentje. Daar heb je een foutje in je DNA. En zodra je geboren wordt, dan heb je eigenlijk al last van je longen en darmen. En dan gaan dingen gewoon fout. We hebben erfelijke blindheid, erfelijke doofheid. Er zijn allerlei aandoeningen van je geweten. Als die fout er zit, ja, dan gaat er dat functioneert dan niet goed. Maar dat zijn eigenlijk niet de aandoeningen waarvoor de meeste mensen denken, goh, zal ik daar eens een DNA-test voor doen? Want die mensen, als het hadden, dan wisten ze het al lang. Ja, duidelijk. Jim, hoe definieer jij schizofrenie? Nou, dus ja, ik denk dat het wel belangrijk is, meteen al dat woord ziekte, dat compliceert de hele discussie. Mm-hmm. Want eigenlijk is het zo dat wij allemaal genetisch geëquipeerd zijn om te kunnen reageren op onze omgeving met gevoel. Positieve emotie, negatieve emotie en, omdat wij uniek zijn, mensen ook met betekenis. Maar wat je natuurlijk krijgt, is dat er een enorme variatie is tussen mensen in hoe sterk ze met gevoel op de omgeving reageren of met hoeveel betekenis ze reageren op het lezen van een situatie. Dat is de menselijke variatie. Die heeft een zekere genetische basis in de zin van dat het mogelijk wordt gemaakt. Maar is dan... En wat je dus krijgt is dat je op basis van die gevoelsreacties kan je ook in een psychische crisis terechtkomen. Maar dat is onmogelijk één op één terug te voeren naar genetische variatie. Omdat er zoveel meer factoren meespelen. Onder andere mentale factoren die niet materieel zijn, die je niet kunt meten, fysisch. Dus als ik bijvoorbeeld slecht geslapen heb, dan ben ik de volgende dag een beetje prikkelbaar. En omdat ik een beetje prikkelbaar ben, reageer ik een beetje negatief op een student die een beetje brutaal is. En omdat ik een beetje negatief reageer, word ik een beetje paranoïde bij de volgende student die mij een vraag stelt. Dus okay. Die hele sequentie van mentale gebeurtenissen, die op een gegeven moment maakt dat ik op basis van mijn genetische capaciteit om te kunnen reageren op de omgeving, misschien echt een crisis krijgt. Dus met andere woorden, de genen zijn voorwaardelijk, de zorgbehoeften, het is geen ziekte, het is meer een extreem van menselijke variatie die je krijgt, maar die kan wel gepaard gaan met een zorgbehoefte. Ja. Dat is wat anders dan een We hebben het over een andere type zaak dan inderdaad over de... Ja, en de schizofrenie is voor mij een uit de hand gelopen betekenisgeving die mensen kunnen hebben, wij allemaal, meer of minder, maar die zo aardig uit de hand kan lopen dat andere mensen het niet meer volgen. En dat je conflict krijgt met je omgeving, want die gaat zeggen, ja, er is iets mis mee. Dus dan geeft bijvoorbeeld iemand te veel betekenis aan dat hij een politieauto langs rijdt en dan denkt dat hij gevolgd wordt. Dus dat precies, je krijgt letterlijk dat de omgeving om je heen opeens zwanger is met persoonlijke betekenis, vaak op een bedreigende manier. En dat is we hebben allemaal wel eens van die momenten, maar als dat
een eigen leven gaat leiden en te lang duurt, kan je er zo in opgaan dat de omgeving het niet meer volgt. Mm-hmm. Dat lijkt me duidelijk inderdaad. Is dat, je zal ook van overtuigd dat dit een te volgen verhaal is. Maar ook, ik vraag me af, wat hebben we dan aan zo'n, om dan die, even kijken, hoe noem je het? De betekenisgeving. Betekenisgeving? Hebben we dan er iets aan om die, zeg maar, in hokjes te stoppen van dit is schizofrenie, dit is psychose, dit is depressie. Was, ja, dit het, is... Was, het was goed bedoeld, het was een hypothese, een soort staatsgreep in eind jaren 80, dat we opeens afspraken van, nou nu moeten we het maar echte ziektes gaan noemen en laten we er 200 bedenken en allemaal netjes geclassificeerd in de DSM-3. En het zijn biologische hersenziekten. Dat was een soort optimisme dat toen ontstond. Goede hypothese. Die zijn we gaan onderzoeken. Dan kreeg je dus heel veel onderzoek van bestaan die ziektes. En zijn er specifieke oorzaken, zijn er specifieke behandelingen. Al dat onderzoek heeft overweldigend laten zien de afgelopen 40 jaar. Dat de symptomen zich niet houden aan de diagnostische hokjes. De oorzaken houden zich niet aan de diagnostische hokjes, zeker niet de genetica, die gaat dwars door de hele DSM. De behandelingen houden zich niet aan de hokjes, dus je hebt er niet zoveel aan. En bovendien, je hebt de DSM, die heeft hokjes, maar je hebt ook de klassificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie van psychische ziektes, die nogal verschilt op elementen zoals schizofrenie. Dus het hangt ook maar vanaf in welk land je leeft, wat men onder schizofrenie verstaat. Ja, en wat jouw punt is eigenlijk ook, is dat het gaat er eigenlijk, het maakt niet zo heel veel uit hoe we het noemen. Als er maar als er een hulpvraag is, dan moet die beantwoord kunnen worden. Nou, wat heel belangrijk is, is dat we met elkaar taal moeten gebruiken, denk ik, dat het gaat om psychische variatie. Die zijn oorsprong heeft in normale mentatie, zoals wij die allemaal hebben, maar die uit de hand kan lopen. Dat is wat anders dan zeggen, jij bent anders. Jij hebt een ziekte en ik ben normaal. Want al het onderzoek laat zien dat het gaat over uit de hand gelopen variatie en niet over discrete nosologische entiteiten, zoals wij dat zeggen. Ja, nosologische entiteiten, dat zijn... Nou, dus echte ziekte-eenheden die objectiveerbaar zijn, diagnostiseerbaar zijn. Dat heeft heel veel verwarring geschapen. Dus als je tegen iemand zegt, je hebt uit de hand gelopen betekenisgeving... Ja. En we gaan jou daarbij helpen, want je krijgt te veel conflict op deze manier. Laten we daar samen naar kijken. Dat is toch een ander verhaal dan zeggen, je hebt een vreselijke hersenziekte. En je hebt nu de ziekte schizofrenie. En als je dat op een feestje vertelt, dan heeft geen hond begrijpt wat er omgaat in jouw geest. Dat kunnen ze nooit op zichzelf betrekken. Dus je geeft iemand een diagnose, waardoor die de ultieme vreemdeling wordt in de samenleving. Ja, dat helpt dus niet. Nee, want in de voorbereiding op deze uitzending hoorden we jou ook op Radio 1 een interview tijdens de lunch. Een moment waarop veel radio was geluisterd. Dus misschien hebben mensen in de zaal jou ook wel gehoord. Zeker. Hier vooraan, zeker. Yeah. Dat vonden we ook wel een mooi interview, omdat je hebt een hele hoopvolle boodschap daar eigenlijk in. Door te zeggen... als je kan herhalen wat je toen zei, dan... Nee, dat ging over. Dus we hebben groot onderzoek gedaan in Nederland, bij duizenden Nederlanders. Een genoom laten bepalen, een genetisch risico. Allemaal genetische scores voor depressie en bipolariteit en wat men schizofrenie noemt. En volgens gekeken hoe die psychische gezondheid van die mensen zich ontwikkelde over de tijd... En wat nou eigenlijk maakte dat die psychische gezondheid soms verslechterde? En vonden wij dat die polygenetische score, dus je kan hem gerust laten bepalen, die droeg eigenlijk nauwelijks bij aan hoe die mensen psychische klachten gingen ontwikkelen. Wat veel meer effect had, waren sociale omstandigheden, zoals geen werk hebben, schulden, trauma's, dingen meemaken, heftige levensgebeurtenissen. Dus eigenlijk veel meer door de omgeving die het bepaalt. Veel meer door de omgeving. En het grootste gedeelte was niet te determineren, onbepaalbaar.
Dus toeval. Dus 20% van hoe het mensen gaat was voorspelbaar psychisch. Mm-hmm. Het meeste daarvan omgeving. Heel klein beetje genetisch. En 80% was onvoorspelbaar. En zo is het. Onvoorspelbaar. En want dat is ook ons probleem. Wij denken dat alles determineerbaar is. Maar als er iets is wat niet determineerbaar is, dan is het onze psychische gesteldheid. Die is niet voorspelbaar en heel moeilijk determineerbaar. Moeilijk determineerbaar. En jij ziet dus eigenlijk een kleine rol voor genen. En ik vroeg me af, in jouw onderzoek, welke rol spelen genen daarin? Nou, ik denk ten eerste is er een onderscheid tussen zeggen iemand heeft een aandoening, ja of nee. Dus een uitkomst, ja of nee. Die polygene risicoscores kunnen heel bruikbaar zijn voor allerlei andere facetten. Bijvoorbeeld, hoe goed ga jij reageren op een bepaald medicijn? En dat zijn onderzoeken die hebben we nog veel te weinig uitgevoerd. Daar zijn we voor een deel mee bezig. Dus ik denk dat we vooral ook pragmatisch kunnen kijken van hoe kunnen we die polygene risicoscores die nu bepaald worden en die overigens ook steeds beter worden. Het is ook wel duidelijk dat als je een grote genetische studie naar schizofrenie die, als het goed is, binnenkort uitkomt, vergelijkt met eentje van eerder, dan neemt de accuratesse van die polygene risicoscore toe. Het veld is nog zo erg in ontwikkeling dat je eigenlijk je moet spreken over een heel breed scala aan klinische toepassingen en niet spreken inderdaad van ik kan het voorspellen of jij die aandoening krijgt of niet. Nee, in de psychiatrie zijn de beslissingen die wij nemen vaak veel genuanceerder. Dus iemand komt bij ons met bijvoorbeeld een eerste psychotische episode en dan vragen we ons af hoe moeten we die nou goed behandelen. Wat is voor jou in dit geval, gegeven jouw situatie, het beste om te doen? Juist medicijnen geven of niet? En zo ja, hoe lang moeten we dat medicijn geven? Nou, ik geloof erin dat we die polygene risicoscores heel erg kunnen gaan gebruiken. En de eerste onderzoeken laten dat ook wel zien. Voor dat geïndividualiseerde behandeltraject van een persoon. Dus, maar dan is het dus eigenlijk dus inderdaad een behandeltraject waarbij je kijkt voor welke medicijnen je misschien overgevoelig bent of waar je welke dosering je zou moeten hebben of dat je allergisch bent voor een bepaald medicijn en minder eigenlijk zoals in het onderzoek van Jim waarin je al zeg maar voordat mensen laat ik even zeggen bij jullie binnenkomen Nou kijk, ik denk allebei voor een deel wel. Hè? Dus nogmaals, die accuratesse neemt toe van die scores. Maar we weten nog helemaal niet wat het doet met mensen om daar iets over te horen. Dus wij proberen in Utrecht ook een onderzoek op te zetten. Waarbij we eigenlijk aan mensen gaan vragen. Hey, jij hebt bepaalde psychische klachten. Hoe is het nou? Wil jij nou die risicoscores bepalen? En zo ja, wat vind je er dan van? En verander je dan iets in je leven? Bijvoorbeeld als je weet dat je een hoger genetisch risico loopt op, ik noem maar, je kunt ook zeggen hart- en vaatziekten, ga je dan letten op je voeding? Nou, zo kun je het voor bepaalde psychische aandoeningen ook zeggen. Ja, cannabis roken is bijvoorbeeld niet verstandig als je een psychose gevoeligheid hebt. Nou, weet je, dus dat soort dingen is allemaal heel fijnmazig en nog niet zo heel erg bepaald. En ik denk dat we daar de komende jaren veel meer onderzoek naar moeten doen om daar meer uitspraken over te kunnen doen. En ik denk dus dat de genetica een bouwsteen kan zijn in die gepersonaliseerde behandeling, waar je inderdaad ook omgevingsfactoren moet meenemen. Ook moet meenemen, hè, in eerste plaats, wat vindt de patiënt belangrijk? Samen met de patiënt kijken naar de uitkomst die voor hem of haar belangrijk is. Is dat weer gaan werken? Of is dat opbouwen van sociale contacten? Of is het juist die symptomen waar hij zo last van heeft? En op basis daarvan een traject uitstippelen met iemand. En de genetica kan daar een rol in spelen. Ja, maar dan is het dus eigenlijk ook misschien nog niet zo gek dat als je op dit moment met wat we nu weten over genetische risicoscores uitkomt op dat genen nu niet zo'n rol spelen in het ontstaan ervan, omdat we er misschien ook nog te weinig van weten. Nou, er is een verschil tussen genen en genetica. Dat is denk ik ook even belangrijk voor heel veel van die psychiatrische aandoeningen. Weten we dat er heel veel plekjes zijn op het genoom die de kans, elk van die plekjes verhoogt de kans om een bepaalde aandoening te krijgen met een heel klein beetje. En dan wordt het tezamen een polygene risicoscore, dus dan neem je al die plekjes tezamen mee. En we weten nog niet zo goed welke genen dat precies zijn. We krijgen wel steeds meer inzicht in welke systemen dat kunnen gaan zijn betrokken bij een bepaalde aandoening. Maar daar zijn we nog lang niet, dus daar moet zeker nog meer
onderschrijft of onderzoek naar. In de geneticus in de aflevering vertelt ook dat we hebben ongeveer 20.000 genen, maar ik heb ook wel eens gelezen 15.000 of 30.000. Ik weet ook niet of daar. Iets meer dan 20.000. Iets meer dan 20.000. En dat er bij psychische aandoeningen duizenden betrokken kunnen zijn. Dat is dus weer het verhaal van, zijn het dan genen die betrokken zijn? Of zijn het pathways, zoals het ook wel wordt genoemd? Vaak zitten die risicoallelen voor een bepaalde psychische aandoening, zitten tussen genen in. Of zitten in delen die niet coderen voor eiwitten. Maar die kunnen wel weer voorspellen dat er misschien toch iets functioneels gebeurt in een bepaald eiwit. Ja, dat wordt een beetje technisch, maar... Ja, ik kijk ook even naar Mark of hij het ook nog kan volgen. Ik kan het zeker volgen, maar ik sloeg aan op het woord voorspellen. Want eerst ga je een beetje richting van, dat voorspellen, dat is misschien toch nog niet helemaal... we moeten het meer hebben over, kan het bijdragen in, als er toch al iets geconstateerd is. Maar die mensen in die documentaire en ook hier in die zaal, die denken, joh, vertel me nou of ik het krijg of niet. En mijn vraag is dus, heb je het idee dat we over, want je zegt, we zijn nog niet zo ver met het onderzoek en we weten het allemaal nog niet zo goed. En de vraag is, hebben we over 10 jaar een DNA-test die op een manier iets zegt over jou, waar je als gezond persoon iets aan hebt op dat moment? En nou, als ik het specifieker maak, deze documentaire maker, stel dat hij nou... dat deze bepaling eigenlijk niet klopt, maar dat we het nog niet zo goed hadden, nog niet zo goed gemeten hebben bij hem. Wanneer kun je hem nou iets mededelen vanuit een DNA-test waar hij echt iets aan heeft? Kun je daar iets over, het geldt voor jullie allebei hoor, want ik ben geen psychiater en ik ben ook niet iemand die weet hoe het leven van mensen nog, misschien in die zin preventief of wat dan ook. Ja, maar het lijkt me een duidelijke vraag waar jullie allebei een antwoord op kunnen geven. Maar wat interessant is denk ik, in de antwoord op jouw vraag, vind ik de geschiedenis van de ontwikkeling van het denken over genetica en de psychiatrie. Dus we begonnen met tweelingstudies. En daaruit kwamen dan getallen naar voren van de erfelijkheid van schizofrenie is 80%, 90%. Maar we weten allemaal, de tweelingstudies zijn eigenlijk een samenzwering tegen de invloed van de omgeving. Want die komt daar helemaal niet goed in naar voren. Maar bij zo'n tweelingstudie, dan wordt het geloof ik toch, worden de tweelingen bestudeerd die al bij de geboorte al uit elkaar zijn. Nou, dat zijn is een gegaan, vorm toch? Van tweelingonderzoek. Er zijn allerlei vormen van tweelingonderzoek. Maar in ieder geval, er werd gedacht altijd, dat is het hardste. Maar vervolgens dacht iemand van, maar die omgeving, misschien moet je dat noemen ze extended families, dus hele grote families met één of meer mensen met schizofrenie gaan volgen. Nou, dat kun je in Zweden, want daar is iedereen geregistreerd. Toen ging de erfelijkheid van 80-90% opeens naar 60%. En nu kunnen we voor het eerst de echte genetica meten in het DNA. Dus tweelingstudies, dat is indirect en gissen en familiestudies ook, maar nu kunnen we meten. En als je nu probeert te meten wat dan van die erfelijkheid van 80% overblijft, als je dat doet met echt DNA, dan kom je opeens op cijfers van 25%. Dan is de erfelijkheid opeens 25%. Dus dat vind ik zo interessant, hè? Dat is het raadsel van de genetica. Dat noemt men ook wel de missing heritability. Dat is een mooi plaatje in Nature van een familie die op zoek is, waar is de heritability van schizofrenie? Die is uit het raam gevallen. Dus het zou best kunnen, dat is voor sommige mensen een nachtmerrie, voor andere mensen een hoopvolle gedachte. Het zou best kunnen dat inderdaad toeval en kans en onvoorspelbaarheid met betrekking tot psychische variatie veel grotere rol spelen. Maar we zijn zo in de ban van dat we dingen willen A, ziektes noemen met ingewikkelde Griekse woorden en B, we willen dat het determineerbaar is. We zijn gek op dat, hè? We zijn ons brein, daar zijn we ook gek op. Ja, dat is zeker een tijdje een hype geweest daar. Maar de implicatie is voor psychiatrie, daar ben jij in je zieke brein. En dat is natuurlijk, iedereen ziet dat dat niet kan. Dat is niet waar, dat is conceptueel en filosofisch niet waar. Dus die zeenzoegt naar dat het gedetermineerd is in onze genen, dat is iets van ons ook, denk ik. En ik vind die daling in de erfelijkheid over de tijd heel interessant. Ja. Maar er is ook een stijging in de erfelijkheid. Hè? Dus als je kijkt naar de genetische studies, is die heritability waar je het nu over hebt, SNP-based heritability, is wel gestegen. Ja. Na de laatste studie is nog niet uitgekomen, naar 25%. Dus het kan wel zijn
Dat in een volgende studie... Wat is precies gesteken? De kans? Deze 25% die was in de vorige studie, was die 10%. Okay. He, dus we kunnen niet uitsluiten dat met een grotere onderzoekspopulatie, meer patiënten, dat die gaat stijgen naar 30, 40. En misschien toch wel een beetje de buurt van de 60%. Maar jongen, de vraag is helemaal niet, is het erfelijk of niet? De vraag is, als ik in het DNA kijk, kan ik daar iets uithalen waar we iets aan hebben? Ja, maar dat neemt toe, die accurate testen neemt toe, met dus een meer verklaarde heritability. Dat weet ik nog niet zo. Robert Plomin zei was natuurlijk heel interessant. En dat is een van de weinige dingen die hij zei waar ik het mee eens was. Dat is dat wij hebben allemaal duizenden genetische risicovarianten voor schizofrenie. Dus de genetica van schizofrenie is de genetica van het mens zijn. In al zijn psychische variatie. En dat vinden we natuurlijk veel lastiger om mee te werken dan het romantische idee dat het discrete ziekten zijn die voorspelbaar zijn. Want het bijzondere is ook, het foutloze DNA bestaat niet. Hè? Dus je hebt niet het menselijk DNA, zo is het goed, en dan gaan de dingen kapot en dan heb je een beetje matig of misschien wel heel slecht DNA. Dat is niet zo. Iedereen heeft een set die redelijk functioneert, want anders had je je niet. Nou, sommigen hebben pech, die functioneren vanaf de geboorte al minder goed. Maar we zijn zo anders als we onderling, als gezonde personen, dat ook heel veel van die van die risicoscores, die zijn gebaseerd op variatie die onder ons allemaal voorkomt. Wat ik dus ook best wel moeilijk vond aan deze manier van bepalen of iemand een ziekte gaat krijgen, is dat ze daar aan voorbij gaan dat deze bepaling gaat over variatie in het DNA die heel veel voorkomt. Terwijl heel uitzonderlijke dingen die misschien ontstaan zijn in een specifieke familie, die worden met dit soort testen niet opgepikt. Nou, het zal dat misschien bij psychiatrische aandoeningen niet zo vaak voorkomen, hoewel, nou, ik heb er geen idee van, maar er zijn, als je de pech hebt om 2 of 3 hele zeldzame fouten in je DNA te hebben, dan kan er plotseling iets heel ernstigs zijn. En die ga je niet terugvinden in zo'n risicoscore, want die risicoscore is gebaseerd op een populatie waarin dat DNA waarschijnlijk dus helemaal niet voorkomt. Maar die plekjes waarbij ze gekeken hebben, die ze meenemen in dat soort testen, die hebben juist als kenmerk dat ze veel voorkomen. Daar is die test op gebouwd. Sterker nog, ze hebben een plaatje gemaakt om het DNA te bekijken, waar helemaal niet het hele DNA in bekeken wordt, maar er wordt een soort greep uitgedaan op een aantal van tevoren vastgestelde plekken, omdat ze weten dat op die plekken mensen vaak van elkaar verschillen. Hè, okay. Dus de hele uitzonderlijke DNA-veranderingen, die zien we niet. En dit is een hele andere context, maar wij hebben een grote heel NOS-journaal item op een gegeven moment aangezwengeld, omdat die test van het bedrijf iGene, wat je daar ziet, claimt risico's op borstkanker te meten. Ja. Terwijl de echte heftige fouten in het DNA die erfelijke vormen van borstkanker veroorzaken, die meten ze helemaal niet. Dus ze gaan allerlei mensen vertellen of ze een beetje meer of een beetje minder risico hebben. Terwijl de enige groep die er echt baat bij heeft, en ook dat overigens zelf moet beslissen of ze dat wel of niet willen weten, dat zijn de mensen met die hele ernstige DNA-fouten. Ja, en daar is die test niet voor gemaakt. Nou weet ik dat niet, hoe dat in de psychiatrie zit. Okay. Maar dat vind ik een van de beperkingen van dat soort, van dit soort, niet van de scores op zich, van de mensen die ermee werken, die snappen dat wel. Yeah. De communicatie erover naar mensen van, wij meten uw DNA en dan doen we een voorspelling over allerlei ziektes. Want eigenlijk daar gaat het mis. Borstkanker is dan ook niet. Borstkanker is ook niet één ding, zeg maar. Dat is scala aan. Dat is inderdaad belangrijk. Bij de psychiatrische aandoening is dat eigenlijk al. Ja, vinden we. Dan heeft iedereen wel een beetje gevoel van dat. Dat is veel meer dan één ziekte. Maar bij eigenlijk alle ziektes, en zeker bij kanker, dat is niet één ziekte. En eigenlijk zie je bij borstkanker ook een heel duidelijke scheiding tussen de erfelijke vormen, of eigenlijk vormen die veroorzaakt worden doordat er echt iets serieus mis is in het DNA,
en vormen die, ja, die gewoon, ja, die je kunt krijgen omdat je risico hebt. Iedereen, alle vrouwen, de mannen trouwens ook wel een beetje, maar alle vrouwen risico hebben en ja, soms de pech hebben eigenlijk. Ja, duidelijk. Maar goed, het is een heel ander verhaal over borstkanker. Mag ik nog even vragen? Ja, Jack, kun jij... Is dat nu niet het moment? Nou, ligt aan wat is het voor vraag? Ik kwijt ben. Ja, nou, dat is, stel hem maar. Als je nog even bij kan hengelen, dan kunnen we het allemaal goed volgen. Want naast al die plekjes, hè, die je dan zo, die kunnen ook nog aan en uitgaan. Dus als je zo'n test doet, dat is een momentopname. Die wel of niet getriggerd kan worden, zie ik dat goed? En dan vooral nee, in de psychie. Dat is ook een goede vraag, want het kan verwarrend zijn. De test meet gewoon de basale code die je hele leven hetzelfde blijft. Of die plekken in bepaalde cellen wel of niet gebruikt worden, dat is eigenlijk, zou je hele andere metingen voor moeten doen. Dat is trouwens ook wel interessant onderzoek, of je echt kunt kijken welke genen staan er nou bij jou in bepaalde plekken in je lichaam wel of niet aan. Maar daar kijken we hier niet naar. Dat is overigens ook een beperking van die DNA-testen. Want ja, het zegt alleen maar iets over die basis set die je meegekregen hebt van je geboorte. En dat maakt dus ook dat het... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat het maar in een heel enkele geval zeker is wat het DNA voor jou met jou gaat doen. Hè? Bijvoorbeeld, wat ik zei, die... Ik heb een telefoon. Ik had me nog zo voorgenomen. Dat moet ik even doen. Ja. Dus je kijkt eigenlijk naar gewoon het DNA zoals dat is en zoals het je hele leven zal blijven. Dus of je dat nou bij een kind test of bij iemand die 70 is, die test blijft hetzelfde. Oké, duidelijk. Ja, Jurjen, wat blijft nou eigenlijk dus nog over van dat nature-nurture debat? Nou ja, of wat is de nature van nurture, hè? Kun je ook zeggen. Dus wat is de nature van nurture? Dat klinkt even ingewikkeld. We zitten nog in een stadium, zeker voor psychiatrische aandoeningen, dat we niet heel goed weten wat is de bijdrage precies van de genetica, wat is de bijdrage precies van de omgeving en welke genetica maakt dat je een bepaalde omgeving gaat opzoeken, waardoor je bijvoorbeeld hoger risico hebt op trauma. Trauma is de belangrijkste risicofactor voor de meeste psychiatrische aandoeningen. Dus kun je zeggen van de omgeving, en er zijn enkele genetische afwijkingen die ook een heel hoog risico geven, alleen die komen niet zo vaak voor. Bijvoorbeeld 22q11 deletiesyndroom is een syndroom waarbij je 25% kans loopt op schizofrenie of autisme. Nou, dat is best hoog, alleen het syndroom komt niet zo vaak voor. Trauma komt heel veel voor en verhoogt het risico. En wat sta je onder trauma? Nou, dus dit is een goede vraag inderdaad. Dus ernstig trauma, dus een ernstig seksueel misbruik op jonge leeftijd. Meestal vroeger trauma. We weten dat hoe vroeger het trauma optreedt, hoe ernstiger de invloed van het trauma op de gevoeligheid om bepaalde klachten te ontwikkelen. En we weten ongeveer dat afhankelijk van het type trauma je ongeveer hebt, bij bepaalde aandoeningen is het risico dan nog weer groter dan bij anderen. Ja, dus wat blijft er over? Ja, ik denk dat er toch overblijft, waar we het net over hadden, die 25% heritability is al enorm veel vooruitgegaan ten opzichte van eerdere jaren. Die zal de komende jaren toenemen. Wellicht gaat die niet naar de 60% toe, maar wellicht komt die wel in de buurt. En we krijgen dus uiteindelijk door grotere studiepopulaties, krijgen we een fijnmaziger beeld van wat zit er nou in de genetica qua veel voorkomende varianten, qua meer zeldzame varianten die een bijdrage geven, nog een ingewikkelder proces is dat er grote deleties of duplicaties kunnen zijn in het genoom, zogenaamde CNV's, die ook het risico kunnen vergroten. En wat okay, dat is toch een complexer geval, maar ik... Ik zie, ik zag in het begin heel erg ja knikken, ja, maar op een gegeven moment ook weer nee schudden. Nee, precies. Nou ja, kijk, dus dit gaat over de wisselwerking. Het zou kunnen zijn, er was 90% erfelijkheid en nu opeens 25%. Wat zit daartussen? Daartussen kan zitten, het verschil tussen die 90 en die 25% kan zijn de wisselwerking tussen genen en omgeving. Maar er zijn twee soorten wisselwerkingen. Het is zo dat sommige mensen kunnen een pakje per dag roken en krijgen geen longkanker. En andere mensen roken 3 sigaretten per dag en krijgen wel longkanker. Waarom?
omdat ze genetisch gevoeliger zijn voor het carcinogene effect van de tabak. Dus sommige mensen zijn gevoeliger voor de effecten van de omgeving door hun genetica. En dat is ook een heel interessant effect, want dat gaat in die tweelingstudies zitten bij de genetische invloed en niet bij de omgevingsinvloed. Dus wat heel goed zou kunnen is dat 25% is puur genetisch, als het al zoiets is, en 60% van die erfelijkheid is de genetische gevoeligheid voor de omgeving of inderdaad de genetische mate waarin je jezelf in risico-omgevingen gaat plaatsen. Maar dan wordt, als op een gegeven moment dan een beetje duidelijk is wat de invloed is van genen en wat de invloed is van de omgeving, dan moet je dus eigenlijk heel erg gaan puzzelen wat je nou moet doen in je eigen leven om daar gevolg aan te geven aan die kansen. Ja. Nou, het is vooral voor belang voor public health. Dus wat Robert Plomin al zei, hè, dus sommige mensen zijn genetisch gevoelig voor eten, namelijk die worden veel sneller dik van eten dan andere mensen. Dat is zo'n gen-omgevingsinteractie. Dus als je in Amerika leeft met die genen, ja, dan is het risico om dik te worden veel groter dan als je in Nederland leeft. Dus dit soort gen-omgevingsinteracties kunnen voor het individu ook wel van belang zijn, maar zijn vooral voor belang. Hoe gaan wij samen er nou voor zorgen dat die risico's dan niet al te zeer tot bloei kunnen komen? Maar als je dan zo'n onderzoek zou doen in Amerika en in Nederland, dan zou je eigenlijk in Amerika uitkomen dat bepaalde genen een grotere invloed hebben dan precies wanneer je dat in Nederland onderzoekt. De erfelijkheid van obesitas in Amerika is groter dan in Nederland. Ja, maar dat komt dus door de omgeving. Ja. Ja. Hetzelfde als cannabisgebruik. Hier is cannabis vrijelijk te krijgen. In sommige landen, in Saudi-Arabië bijvoorbeeld, is het heel moeilijk te krijgen. Dus de erfelijkheid van cannabisgebruik is in Saoedi-Arabië veel hoger dan in Nederland. Omdat je wel extreem genetisch belast moet zijn om in die omstandigheden nog cannabis te willen gebruiken. Maar ook binnen een land kan dat verschillen. Bijvoorbeeld IQ is ook een interessante. IQ is eigenlijk niet zo heel erg genetisch bepaald, maar het hangt van de sociaal-economische omgeving af in hoeverre het genetisch bepaald is. En vreemd genoeg is hoge sociale klasse, is het vrij genetisch bepaald en een lage sociale klasse minder genetisch bepaald. Hè? Dus dat bedoel ik ook een beetje met de complexiteit. En daarom is het zo'n leuke periode waar we nu in zijn. We hebben het totale plaatje nog niet. En dat, nee. Dat komt hopelijk de komende jaren. Ja, dankjewel. Nou, ik had jullie beloofd dat we hebben een vraag vooraan. En, Ik heb een vraag. Oh. Ik hoop dat ik hem goed kan stellen. Nou, ik kan wel hard genoeg praten, toch? Ja, doe maar even. Kom niet op de stream. Begrijp ik het goed, zou het het mooiste zijn als we zouden kunnen zien welke genen er aanstaan bij een individu? En dan op een advies zouden kunnen geven hoe je die weer uit zou kunnen zetten als het slecht voor je is? Nou, kijk, dat het mooiste zijn? Dan kom je ook met de vraag van weefsels, hè? Bijvoorbeeld. Genetische studies kunnen ook enig licht werpen op de anatomie van een bepaalde eigenschap. Als je bijvoorbeeld kijkt, voor depressie hebben we jarenlang ons afgevraagd van nou, waar zit dat nou zo ongeveer in het lichaam? En het zijn geen perfecte voorspellingen, hè? Echt niet. Maar dankzij de genetische studies kunnen we wel ongeveer zeggen van nou, van het brein, als je dan naar het brein kijkt, dan is het waarschijnlijk wat meer in de frontale cortex dat er bepaalde dingen niet helemaal goed gaan. Dus eigenlijk zou je dan misschien voor depressie een stukje weefsel uit het brein moeten gaan halen en dan kijken naar methylatiepatronen. Ja, dat is natuurlijk, ga je natuurlijk nooit doen. Dus dat is de complexiteit van kijken naar dat aan-uit verhaal. Ja, dan moet je eigenlijk het weefsel hebben dat je interessant vindt. Bij schizofrenie bijvoorbeeld, het immuunsysteem speelt mogelijk ook een rol. Ja, hoe ga je dat nou precies onderzoeken? Maar laten we niet vergeten dat eigenlijk elke interventie, dus of het nou of het gebruik van medicijnen is of het beïnvloeden van hoe iemand in zijn lijf zit, is het beïnvloeden van aan- en uitzetten van genen. Hè? Ja. Dus uiteindelijk hoe psychotherapie ligt ook. Ja. Ja. Dus dat is toch, het is ook veel beter denk ik om in deze context het lichaam als geheel te zien, het functioneren van het lichaam en daar te kijken, kunnen we daarover iets voorspellen, kunnen we daarover iets
Kunnen we daar bepalen wat goed zou zijn in deze situatie? En daar kan informatie uit het DNA behulpzaam bij zijn. Alleen, waar ik moeite mee heb, is de suggestie dat we, als we dat DNA maar eenmaal kennen, dat we dan een soort heilige graal te pakken hebben, een soort glazen bol, waarmee je precies snapt hoe dat lichaam werkt. En die eigenlijk die illusie hebben onderzoekers al lang niet meer. Die complexiteit hebben wij inmiddels wel in de gaten, zo gaat het niet werken. Maar dit soort testen, en ook hoe er vaak over gepraat wordt, die geven wel nog steeds die illusie. Ja. Als jij dat als je DNA laat uitlezen, dan geef ik je een voorspelling van ja, wat je allemaal te wachten zou kunnen staan. En los van de vraag of die getallen wel kloppen, is het nog de vraag of mensen er iets aan hebben. En wat ik ook wel weer interessant vind, is dat hier gesproken wordt over het verhoogt. Ja, bij jou is het risico iets hoger dan gemiddeld en bij jou is het iets lager dan gemiddeld. Dat zijn dus die risicoscores. Maar wat het helemaal niet over gaat, is hoe dat soort getallen zich verhouden tot andere type risico's die misschien wel een veel grotere rol spelen. En ik kan me voorstellen dat dat in dit soort aandoeningen zeker zo is. Maar bijvoorbeeld, ik heb die test van iGene gedaan. Daar staat mijn kans op longkanker in. Nou, die is gemiddeld is dat 7% van man van mijn leeftijd en bij mij is die 8%. Nou, staat er, is licht verhoogd. Moet ik me daar nou zorgen om maken? Nee, niet echt. Maar wat er niet bij staat, is de vraag, rookt u? Als ik rook, want niemand in Nederland heeft een kans van 7% op longkanker. Of je rookt en je hebt een kans van 20%, en die kan iets omhoog of iets lager zijn door je DNA. Of je hebt een kans van 2% als je niet rookt en iets hoger of iets lager op basis van je DNA. Dus die test, die score daarbij, die staat in geen enkele verhouding. Dus wat die DNA-test doet, een beetje hoger, maar waar komt die 7% dan vandaan? Nou, die is als je alle mensen op een hoop gooit, zowel die 20% hebben als die 2% hebben, dan kom je gemiddeld om een risico van 7% uit. Maar waarom heb je die test laten doen? Sorry? Waarom heb je die test laten doen? Ja, omdat ik DNA-docent ben en ik vond dat ik moest weten hoe zo'n test werkt en dat ik ook daarover moest kunnen laten zien wat je dan allemaal aan type informatie krijgt. Dus ik gebruik het ook heel veel in verhalen, in lezingen. Laat ik gewoon zien, kijk, dit is mijn DNA. Er stond niks bijzonders in. Helemaal niks. Maar dat is dus wel wat. Die omgeving is dus heel belangrijk, hè, bij longkanker en bij psychische variatie nog veel meer. Maar daarom vond ik het zo interessant. Ik ben voor genetisch onderzoek in de psychiatrie, laat dat duidelijk zijn. Maar ik ben tegen de hele cultuur die eromheen is gebouwd. Namelijk, dat zei Plomen gisteren ook, als je het over de omgevingsfactoren hebt in psychisch lijden, waarvan we allemaal weten dat ze ontzettend belangrijk zijn, dan gaat iedereen meteen weer terug, je gaat weer zeker over die schizofrene moeder praten. Uit de jaren 70. Toen jullie de moeders hebben beschuldigd dat ze hun kinderen schizofreen maakten. Ja. Dat is meteen het argument. Dus dat is een soort, daar kleeft antipsychiatrie aan om te zeggen dat de omgeving belangrijk is bij psychisch lijden. Antipsychiatrie is uitgevonden door een club van journalisten en biologisch psychiaters. Die hebben besloten dat de humanistische beweging van de kritische psychiatrie in de vorige eeuw, dat die moest worden geherlabeld tot antipsychiatrie. En dat was slecht. En daar zitten we nog steeds een beetje. Dat vind ik echt zo ontzettend interessant, dat ze zelfs de wetenschap niet meer kunnen zien. Omdat daar nog dat stigma aan kleeft. Ja, oké. Okay. We hebben helemaal daar rechts boven. Hoe is dat dan voor jou, Jurjen? Hoe zit jij daar dan in? Jack, kan je vast naar rechtboven lopen? Dan kunnen we zo meteen naar de vraag van Nou ja, kijk, ik denk dat eigenlijk het verhaal klopt natuurlijk, hè, dat er bepaalde onderzoekers zijn die doen hun onderzoek, alleen maar genetica, geloof daar, weet je, dat is de heilige graal. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Hè. Dus juist dat is het interessante van onderzoek doen naar de psychiatrie, die complexiteit. En dat is waarom ik het ook zo leuk vind. En wel steeds ietsje meer te weten over die genetica, maar ook ietsje meer te weten over die omgeving. En uiteindelijk, als we... Want dat is helemaal moeilijk onderzoek. Inderdaad, precies meer weten over die gen-omgevingsinteracties. En ik denk dat we dus altijd een beetje, tenminste misschien altijd, weet ik niet, maar voorlopig nog wel even een beetje in de modder zitten. Maar dat is juist ook wel leuk om daar dan voor je toch zo ver mogelijk uit te komen. Hoewel je zeker weet dat je toch niet helemaal op droge voeten komt. Dus, ja. Ja,
Ja, dus we blijven nog wel even in zitten. U heeft een vraag. Die vraag gaat over verantwoordelijkheid. Dus ik probeer een soort stel dat suggestie te doen. Dat mag eigenlijk niet, maar doe ik toch. Dus stel dat we meer weten. Stel dat de voorspelbaarheid van wat er met je gaat gebeuren groter wordt. En stel dat je ook een advies zou kunnen geven wat je kunt doen ter voorkoming daarvan. Dat je de whatever voor aandoeningen op je pad gaat krijgen. Dat klinkt mij alsof de verantwoordelijkheid of dat gaat gebeuren steeds individueler wordt. Of het dan mijn persoonlijk probleem wordt. Of ik mijn leefregels, mijn leefstijl, mijn voeding, of ik dat wel genoeg aanpas aan het vermijden van dat wat nou, mijn gevoeligheid in mijn DNA mij voorspelt. Mm-hmm. Dat beangstigt mij. Die verregaande verantwoordelijkheid naar individuen. Maar misschien denkt een van de heren daar anders over en kan die mij van die bezorgdheid afhalen. Of deel je het met mij? Nou, ik denk wel dat je een punt hebt. Hè. Jij gaf van het begin aan van, ik wil dat liever niet weten, hè, wat dat persoonlijke risico is. Nou, ik denk dat we dat moeten koesteren. Vooral dat recht op niet weten, dat ontzettend belangrijk is. Dus dat, en daarom vind ik het onderzoek dat wij proberen te starten nu, waarin we gaan kijken, wat doet dat nou met een mens om dat te weten, zo'n polygene risicoscore, dat is denk ik heel belangrijk. En vervolgens ook goed institutionaliseren, dus er goed voor zorgen dat die informatie niet op de verkeerde plekken komt, dat niet inderdaad een zorgverzekeraar jou kan zeggen, oh, gegeven jouw genetisch profiel, je moet bewijzen dat je niet gaat dit of dat doen, want anders gaat je premie omhoog. Ja, daar dat zijn in feite toestanden die nu al in de Verenigde Staten voor een deel gebeuren en daar moeten we erg voor waken. De andere kant van dat verhaal is natuurlijk wel dat we, preventie is misschien wel het hoogste goed, hè, in de geneeskunde. En is er toch veel ellende van veel ziektes, weet je. Je wil liever niet met een halfzijdige verlamming vanaf je 50ste door het leven gaan. En we weten dat dementie is denk ik misschien wel een van de beste voorbeelden. Hè? De hoeveelheid mensen met dementie gaat enorm omlaag, hè, de afgelopen jaren. Dus dementie is een steeds meer voorkomende ziekte natuurlijk, omdat mensen ouder worden. Maar per persoon neemt dat risico enorm af. En het vermoeden is dat dat door leefstijl komt. Dementie is ook een complex genetische aandoening, waarvan we dus gelukkig bij veel mensen dat in ieder geval meer kunnen uitstellen door leefstijlaanpassingen. En dan gaat de grote vraag van de toekomst worden, is dat een soort van generiek pakket van leefstijlaanpassingen? Want daar lijkt het deels wel op, hè, wat gunstig is voor jou. Eigenlijk iedereen... Iedereen moet zeg maar sociale contacten hebben, geen trauma's, niet te dik zijn, een beetje gezond eten, een beetje gezond slapen. Nou, dat zou een soort van totaal pakket kunnen zijn. En misschien helpt dat tegen dementie, tegen schizofrenie en tegen een hartinfarct. Of zijn het meer specifieke aspecten die je als mens kunt doen? En dan is natuurlijk wel de vraag van ja, wat is dan de positie van welzijn, van geluk, wat maak je als persoon gelukkig? Dat wordt een ingewikkelde discussie waar we zeker filosofen, humanisten voor nodig hebben, genetici. En laten we dat vooral samen doen. En laten we niet op eilandjes zitten. En laten we vooral mensen die ervaringsdeskundigen zijn, die visies hebben hierop, laten we die samenkomen. Maar ik kan je geruststellen, dus het lijkt alsof we steeds meer in termen van gezondheid naar individuele predictie gaan. En precision medicine wordt daar vaak voor gebruikt. Maar als je daar goed naar kijkt, dan blijkt dat eigenlijk maar voor heel weinig ziekte echt op te gaan. Want we praten over kanker als van, nou, iedereen heeft zijn eigen individuele kanker en je bepaalt gewoon de receptoren en je krijgt de juiste behandeling erbij. Dat is helemaal niet zo. Dat gaat ook veel minder hard gaan dan we denken. En de collectieve verantwoordelijkheid voorlopig is veel belangrijker dan de individuele. Om je een voorbeeld te geven, als we nu het roken zouden echt tegengaan in Nederland, de gezondheidswinst daarvan is vele malen groter dan als we van iedereen het genoom gingen bepalen en de predictie die daarbij mogelijk is gingen uitvoeren. Geen verhouding. Het laatste is wel een stuk goedkoper waarschijnlijk. Ja, dan moet je de gemiste belastinginkomsten afwegen tegen wat het kost om iedereen zijn te laten bepalen. Ja, genoom, zeg maar, de risicoscores waar we het over hebben, ongeveer €35, hè, per persoon. Terwijl een dag ziekenhuisopname is €400. Dus als je dan een dag ziekenhuisopname kan besparen door een polygeen risicoprofiel waarvan je weet van nou, je kunt eerder het ziekenhuis om uit bijvoorbeeld, dan kan dat misschien wel de kosten schelen. Hey, Oké, maar public health, hè, armoede, sociale ongelijkheid, die twee bedreigen de mensheid in zijn geheel, ook qua gezondheid. En als we daar niet iets aan doen,
die collectieve verantwoordelijkheid is onnoemelijk veel belangrijker dan ons zorgen maken over die 5% kans op het een of het ander als we 80 zijn. Ja, en we komen natuurlijk volgend jaar weer Tweede Kamerverkiezingen aan, dus wie weet kunnen we daar nog alvast wat aan doen. Er is nog iemand die een vraag heeft aan een van onze panelleden. Nee, niemand. Paul, volgens mij had jij nog in onze voorbereiding hadden we nog over die relatie die volgens Jim opgebouwd moet worden van vertrouwen tussen een iemand die met een psychische aandoening en zijn behandelaar. Kan je die vraag stellen? Nou ja, het ging in dit geval ook om een zwager. En dan zie je dus toch dat, dat iemand die had dus ook de diagnose schizofrenie, had veel wanen en echte psychoses. En dan zie je dus dat hij toch al wat ouder is en dan ook zelfstandig woont. En dan wordt het toch wel heel lastig om daar dus een geruststellende omgeving te creëren voor zo'n persoon. En dat heb ik zelf als enorm moeilijk ervaren. Je kunt wel een uurtje bij hem zijn, maar die andere 23 uur is die persoon alleen. En dan woont hij in zijn flatje. En dan krijgt hij een psychose en dan smijt hij zijn hele huisraad van de derde verdieping naar beneden. Dus ik vind dat een heel lastige. Ja. Ziet u daar mogelijkheden voor om dat dan in te perken? Nou, dat is echt de grote uitdaging nu van het reorganiseren van de geestelijke gezondheidszorg. Dat is, dus waar het gaat om mensen die episodisch uit de bocht vliegen, moet je dus een soort, wat ze met een Engels woord, social holding proberen te creëren. Dus dat je mensen een beetje kan vasthouden in de samenleving, dat daar middelen voor zijn en instrumenten voor zijn, zodanig dat je niet bij elke keer als iemand uit de bocht vliegt, meteen teruggaat naar het ziekenhuis. Met het enorme gevoel van falen en ellende dat dat met zich meebrengt. Dus moderne vormen van social holding zijn dingen als open dialogue. Dat zijn dus mensen die er pas op uitgaan als er echt een crisis is. En die gaan gewoon naar iemand toe, blijven daar dus nog slapen, om die persoon te helpen die crisis door te loodsen. Of wat je ook veel hebt tegenwoordig in Utrecht nu ook, is respite care. Of crisis in de wijk. Dus dat je bij, gewoon als je het niet meer uithoudt, en je voelt ik ga uit de bocht vliegen, dat je dan gewoon letterlijk kunt crashen ergens op een plek, een veilige plek, omringd door andere mensen die jou helpen om die crisis in de wijk door te komen. Dus dat soort manieren van social holding, die proberen we nu ook te organiseren, maar dat vergt heel veel samenwerking tussen twee wetten. De ziekteverzekeringswet, de ZVW, de zorgverzekeringswet en de WMO, de wet maatschappelijke opvang. En die twee, die werken niet samen. Die hebben nu twee aparte bureaucratieën. En zolang die niet met elkaar samenwerken, wordt dat heel moeilijk voor mensen die episodisch dreigen uit de bocht te vliegen. Maar dat is natuurlijk ook een samenwerking nodig vanuit degene waar het om gaat, zeg maar. Voor zover die persoon kan samenwerken. Maar er is altijd een niveau waarop mensen kunnen samenwerken. Dat moet je dan ook gebruiken. Maar je moet heel creatief daarvoor zijn en heel laagdrempelig, weinig bureaucratisch. Mensen hebben die daar geschoold in zijn, die er letterlijk in vliegen. En je moet dus zo'n crisisopvang hebben ergens in de wijk, waar mensen letterlijk kunnen crashen. Geholpen door andere mensen die weten wat dat is. En we zien nu in Utrecht, Enik heb je in Utrecht, dat is een herstelcollege, een recovery college, een herstelacademie. Het wordt gerund door mensen die dit zelf hebben gehad. Die weten hoe dat is. En daar kan je gewoon naartoe. En dan zeg je, ik ben Piet en ik hoor stemmen en ik ben suïcidaal. Kunnen jullie me helpen? En dan krijg je geen intake, maar dan krijg je gewoon een soort verbinding met andere mensen. Die proberen jou er doorheen te helpen. Werkt erg goed. Er gaan er nu 5 komen voor de hele provincie Utrecht. En dat bestaat dus nu in de WMO. Omdat de zorgverzekeringswet en de GGZ moeite heeft om dat te bieden. Ja, dus dat is dan via een andere weg georganiseerd. Ja. Oké, okay, met het oog op de tijd. Als er nog iemand is die denkt, als ik deze vraag niet stel, dan is deze hele avond voor niks geweest. Nou ja, ik ben toch wel benieuwd. Mag ik hier, ja,
Uiteraard. Jack, wil je even... Zonder microfoon even doen? Zonder microfoon, ja. Ja, maar zo praat. Want ik las onlangs een onderzoek, dat waren zwaar gehospitaliseerde mensen in de GGZ. En daar bleek dat die diagnoses 50% klopte niet. Mensen zaten al jarenlang in de instelling. En die zijn dus allemaal terug, ik weet niet waar, naartoe geplaatst. Maar ergens in het oosten van het land. Maar dat werd in de reportage ook gezegd. Van nou, gooi die hele DSM maar overboord. Want het klopt gewoon niet. Wat is uw mening daarover? Ja, dat was bij GGZ. Heeft iedereen het kunnen horen? Nou, de vraag was... een onderzoek recent bij een grote GGZ-organisatie waar chronische patiënten die al jarenlang een beetje verwaarloosd zaten ergens in een longstay afdeling, daar zijn ze mee gaan praten. En toen bleken die mensen verhalen te hebben over dat ze vroeger getraumatiseerd waren en daar nog mee zaten. En ze hadden ook verhalen van dat ze dingen niet goed konden volgen, dat ze het niet goed begrepen, dat ze er best wel... cognitieve problemen hadden, die nooit eigenlijk, waar nooit eigenlijk rekening mee was gehouden in de behandeling. En dat hebben ze toen een beetje wel heel fraai zo in de pers laten komen van 50% van de diagnose deugt niet. Maar wat er niet deugde was, dat er niet meer met die mensen werd gepraat. En dat is eigenlijk het probleem. En dat is ook het probleem van diagnose, dat wij denken dat als je diagnose stelt van schizofrenie, dat je dan iets weet. Maar je weet pas iets als je aan iemand vraagt, wie ben jij en waar kom je vandaan en wat is er met je gebeurd? En dat gebeurt vaak niet, omdat wij op jacht zijn naar criteria van hoort u stemmen in de tweede persoon of in de derde persoon, alsof dat iets uitmaakt. Dus de boodschap is eigenlijk, je kan een heleboel bereiken in de psychiatrie als je praat met mensen. Bas, wat is je vraag? Ja. Nou ja, dus de DSM niet overboord. Dat is eigenlijk, Nou, in België heeft de Gezondheidsraad officieel geadviseerd aan de GGZ om de DSM niet meer te gebruiken. En daar is een Gezondheidsraad voor. Hè. Onze Gezondheidsraad doet ook regelmatig pittige uitspraken, zoals de illusie van evidence-based medicine. Op wetenschappelijk bewijs gebaseerde medicijn. Ja. En... Dat is ook goed en het is natuurlijk, er is een doorlopend debat en je mag best diagnosticeren met een woord van nou het is waarschijnlijk meer psychose dan dementie of zo, dat is prima. Maar we moeten er niet al te geleerd over doen, want het zijn eigenlijk woorden van we weten het niet, maar we geven er dit woord aan. Eigenlijk de beschrijvende diagnose is vaak het belangrijkste, hè? Dat je kan omschrijven, dit is waar deze persoon tegenaan loopt, dit zijn mogelijk factoren die... voor hem of haar hebben bijgedragen aan waar deze persoon nu tegenaan loopt. En ik denk soms dat een klassificatiesysteem kan helpen bij prioriteit stellen. Precies wat Jim zegt, hè? We stellen die DSM-5 diagnose dan maar gewoon nu schizofrenie, omdat het toch psychoses zijn en we weten dat antipsychotica voor sommige mensen effectief kunnen zijn en dat ze nou ja, betere kwaliteit van leven kunnen gaan halen. Maar misschien niet bij iedereen. Hè? Dus vandaar die beschrijvende diagnose eigenlijk veel belangrijker dan die... klassificatie, maar als je die klassificatie goed gebruikt, kan het ook wel weer nuttig zijn. Het doet je ook wel denken van, er staan heel veel symptomen in waar iemand last van kan hebben. Soms pak ik hem er wel eens bij en dan denk ik van, hé, dat is eigenlijk wel interessant. Iemand die bijvoorbeeld een stoornis in gebruik van alcohol heeft, is het nu meer dan die van plan was? En al dat soort gedetailleerde dingen staan erin en dan kun je daar ook weer een gesprek mee overvoeren met de patiënt over zo'n karakteristiek dat beschreven staat. Want er zijn wel onderzoek gedaan, dat zijn de field trials van de DSM, die hebben aangetoond dat die bepaalde symptoomclusters wel wat vaker dan gemiddeld bij elkaar voorkomen. En natuurlijk zijn het symptoomclusters, hè? Dus bij depressie heb je geloof ik iets van meer dan 300 mogelijkheden omdat je 5 van de 9 symptomen moet hebben. Maar die 9 symptomen komen wel weer vaker voor dan 10 andere symptomen, om het zo maar te zeggen. Dus het goed weten te relativeren, dan kan het een zeker nut hebben. Oké, dus het kan een nuttig gereedschap zijn. Oké. Dan ben ik mijn vraag nog even af, is er inmiddels iemand van mening veranderd die eerst wel wilde laten testen en nu niet meer wil of eerst of andersom? Of zijn we misschien, ja, daar helemaal achterin? Het is altijd, we zaten tot dit jaar altijd aan de Oude Gracht en dan zaten we gewoon midden in het plein in de bibliotheek waar van alles gebeurde. Dus het was altijd al wat achtergrondgeluid. Maar wat is je vraag? Nou, ik was ook al verbaasd, net zoals die mevrouw, waarom
Mark wel de test had laten doen, terwijl hij al de hele tijd verkondigd dat het geen voorspellende waarde heeft en niet zoveel meer waarde. Maar ik wilde dus ook niet laten testen. Nu denk ik ook, misschien kan ik het wel doen om te laten zien van dit heeft inderdaad niet zoveel voorspellende waarde. Of nou ja, om dat statement ook te kunnen maken. En zou je dan je DNA naar Silicon Valley opsturen of toch ergens anders? Laat het duidelijk zijn dat ik dat nooit zou doen. Oké, dankjewel. Dan kunnen we eigenlijk naar een antwoord gaan formuleren op onze centrale vraag. Wat zeggen de na-test ergens geschoren nu werkelijk is en wat kunnen we in de toekomst mee? Dan zou ik graag van jullie alle drie in één of twee zinnen antwoord op winnen. Bij psychiatrie dan? Je mag kiezen. Dus okay. Psychiatrie bij andere. Ga je gaan. Nou, ik denk dat dus de psychiatrische genetica en de polygenetische risicoscores, die kun je afnemen als je wil weten of je mens bent. En als je er eentje hebt van een bepaalde waarde, dan kun je gerust zijn omdat die aantonen dat je valt binnen het spectrum van de menselijkheid. Maar misschien wist je dat al. Of we er in de toekomst iets mee kunnen? Nee, niet klinisch, hè, in de zin van voorspellen. Voorspellen in de geneeskunde betekent dat je de kracht van de voorspelling minstens met een likelihood ratio van 10 moet zijn. Dat wil zeggen dat de test 10 keer waarschijnlijker een waarde positieve test resultaat geeft dan een fout positief resultaat. En die 10 bestaat in de psychiatrie helemaal niet. Wij hebben na 50 jaar intensief biologisch onderzoek geen enkele test voor geen enkel psychisch syndroom, omdat de psychische variatie zich niet met die kracht laat voorspellen, die je wel hebt bij de cardiologie en de reumatologie. Ja, nou, dat is een duidelijk antwoord, dankjewel. Mark? Ja, ik ben blij dat je dat zo formuleert, omdat ik niet in de psychiatrie zit, maar sterk het vermoeden had, gezien de complexiteit van de fenomeen in het menselijke lichaam en brein. Overigens ook een heel interessante gesprekken kunnen we over lichaam en brein hebben. Maar ik ben blij met deze opmerking. En dan kijk ik dus met mijn expertise naar al die andere ziektes waarvan je dan denkt, hey, die laten zich misschien wel met zo'n factor 10, die hebben misschien wel die kracht. En dan zie ik dat er voor bijna alle andere ziektes waar we in grote, waar veel mensen iets over willen weten, veel betere voorspellers hebben. En het is nog maar de vraag of die voorspeller van het DNA daar nog iets aan toevoegt. Dus ik denk dat we wel degelijk interessante polygene risicoscores krijgen, waarin hele mooie wetenschappelijke studies laten zien welke mensen in welke aantallen tot welke groepen behoren. Maar of dat echt iets gaat betekenen voor de mensen in de zin dat ze beter gediagnosticeerd worden, sneller eruit gepikt worden als er afzien wordt gedaan, dat moet ik nog zien. En ik denk dat bij de cardio, dus bij de hart- en vaatziekten, zal dat waarschijnlijk, dat zijn de frontrunners, die moeten het eerst maar eens laten zien. Ik weet het nog niet. En daarmee moet ik nog zeggen dat ik hiermee helemaal eventjes terzijde laat die hele heftige erfelijke aandoeningen die je echt makkelijk met een DNA-test kunt opsporen en die ook soms bij mensen aanwezig zijn zonder dat ze het weten. En voor die mensen kan een DNA-test juist hele heftige informatie opleveren, soms heel nuttig, soms iets wat je eigenlijk helemaal niet had willen weten. En dat is ook wel iets wat je moet realiseren. Als je zo'n test doet, en zeker als je op een gegeven moment het hele genoom gaat bekijken, dus deze testen die kijken dan beperkt aan plekken, als je zegt, nou, lees maar alles uit wat ik heb, dan is er altijd een kans dat je iets, heel kleine kans, maar toch, dat je iets te weten komt wat heftig voor je is. En of je er iets mee te weten komt wat echt nuttig is, ik moet het nog zien. Duidelijk. Jurjen? Nou ja, dan ga ik even terug naar de klinische praktijk van de psychiater, want die is vaak best wel genuanceerd en subtiel. Dat gaat om beslissingen als bij een eerste depressie. Gaan we überhaupt afwachten? Gaan we psychotherapie starten? Gaan we een medicijn starten? Gaat om zaken als mensen met een psychose, willen we een antipsychoticum geven? Zijn we over eens?
maar we willen bijvoorbeeld niet, de persoon wil zelf niet dat hij heel dik wordt, de ander wil niet dat hij last krijgt van bewegingen, twee voorkomende bijwerkingen. En dan is het dus een concept van gestratificeerde geneeskunde, wat wat anders is dan gepersonaliseerde geneeskunde, waarbij je polygene risicoscores misschien in de toekomst, en ik denk dat die kans er wel in zit, kunt gaan gebruiken om te zeggen, het is niet een ja of nee, het is niet wel of niet behandelen, maar het is, gegeven dit genetisch risicoprofiel, heb je wat minder kans om die bijwerking te krijgen als je dit middel gebruikt. Dus dit middel zou wat voor jou kunnen zijn. Ofwel bij die eerste depressie. Nou, het lijkt alsof je een profiel hebt dat gunstig is voor een antidepressivum. Dus misschien is dat wel gunstig voor jou of juist voor psychotherapie bijvoorbeeld. Ja, dus gestratificeerde geneeskunde, daar zouden we die polygene risicoscores misschien wel eens voor kunnen gaan gebruiken. Oké, dankjewel. Nou, dan gaan we afsluiten en dan beginnen we maar even met te vertellen dat dit de eerste meet-up was van het nieuwe seizoen. Het was ook eigenlijk de eerste reguliere in deze zaal. Dat was nog wat onwennig. Want vanaf mijn kant, het is wel apart om zo mensen zo ver verspreid van elkaar te zien. En ook best wel ver weg eigenlijk. In de vorige locatie liep ik altijd rond. Het was altijd wat makkelijker om te modereren eigenlijk. Dan wil ik heel graag ons panel bedanken. Jurjen Luiks, Mark Vermeel en Jim van Os. En onze redactie Paul en Jos en invalstreamer Guido. Dankjewel. En natuurlijk de bioscoop Utrecht. Volgende week gaan we het hebben over de aflevering Een Nieuwe Dag. Dat gaat over Utrecht in 2025. Nieuwe initiatieven en oplossingen voor het post-virus tijdperk, dus na corona. Hoe kunnen we de crisis omzetten in een kans? En dan rest ons nu alleen nog om naar de borrel te gaan. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en graag tot de volgende keer.